Ronald Wortenboer, mag ik tatoeëren? Zeker, ga je gang Bert. We kennen elkaar al wat langer. Waar geboren? Ik ben geboren in Breda. Dat is in Brabant. Kijk, ik wist wel dat je daar verrast op zou reageren. Ja, ik ben in Brabant geboren in Breda, maar ik ben daar maar heel kort geweest. Dat was toeval. En ik ben opgegroeid in Groningen, in Westerbroek. Een klein dorpje onder de rook van Groningen. Aan het Winschoterdiep. En nou, mijn opa die had daar een scheepswerf aan het Winschoterdiep. Maar die is in de crisisjaren van de jaren 30 van de vorige eeuw failliet gegaan. En nou ja, familie is daar altijd blijven wonen. Dus daar ben ik opgegroeid. Ja. Op school gezeten in Hoge Zand, Sappemeer. Ja, ja. Ja. Ja, dat moest je allemaal leren, hè? Dat hele al die rijtjes, ja. Die kent iedereen natuurlijk. Ja. Ja. En welke datum? Voor mijn geboorte? Ja. 28 maart 64. Oh, een ram. Een ram. Ja. Ja. Een ram, onafhankelijk, positief, geboren leider, avontuurlijk, ambitieus, ja. Zelfverzekerd, sexy, charismatisch en de ram staat zich overal doorheen. Dus bijna 58 jaar. Dat klopt, nog een paar weken. Ja, linksnest. Een linksnest? Ja. Nee, traditionele KVP, katholiek gezin. Dus KVP en later CDA werd er gestemd bij ons thuis. En dan zelf lid geworden van de VVD? Ik ben overtuigd liberaal. En een beetje klassiek liberaal ook wel. En ik ben daar terechtgekomen. En ik denk dat mijn moeder de latere jaren volgens mij ook wel VVD heeft gestemd. Bedenk ik me nu. Maar het was niet echt een thema bij ons thuis. Ja, je moeder die deed die zaken, hè? Nou, mijn moeder, nee, mijn vader die werkte bij die was vertegenwoordiger bij een groot staalbedrijf. En mijn moeder die heeft, voordat ze trouwde, wel altijd gewerkt. Ze werkte in Groningen in de stad en ze verkocht kinderwagens bij een kinderwagenwinkel. En, maar in die tijd was het natuurlijk de bedoeling dat als je trouwde, kun je nu bijna niet meer voorstellen, maar dan werden vrouwen geacht hun werk op te zeggen. Het is eigenlijk bizar als je dat realiseert, dat nog maar heel kort geleden is in feite. Je fietst veel? Ja. Ook zo hekel aan mijn motorrijden is op de dijk? Nee. Zal ik je eerlijk vertellen, van ik fiets ook altijd over die mooie Zuiderdijk. En natuurlijk is het prachtig voor mensen om te fietsen en te wandelen. En inderdaad, en enkele hardrijdende motorrijden, daar word ik ook niet heel blij van. Maar eerlijk gezegd word ik vaker bijna de berm ingeveegd door wat grotere voertuigen, bedrijfsbusjes of andere wagens die te hard rijden en die zeg maar de fietsers bijna de berm indrukken. Die vind ik eerlijk gezegd gevaarlijker. Maar goed, dat is mijn persoonlijke opvatting. Stedenbroek kende in de 70e jaren een geweldige overloop vanuit Zaandam en Amsterdam. Ja. Vooral de Zaanstreken. Maar ook de Verzingers schoten als paddenstoelen uit de grond vandaan hier in Stedenbroek. Lutjebroek, Grotebroek en boven Kaspel. De naam Ries Bruin zingt hij nog door in de gemeente. Alvast. Ik heb de naam in ieder geval wel gehoord, ook uit die tijd, hè, van de stedelijke ontwikkeling van Stedenbroek Zuid en de woningbouw. Dus vanuit die context ken ik de naam wel. Ja. Hoe wordt hij herinnerd? Poeh, ja, dat moet je mij eigenlijk niet vragen, Bert. Dat is net even te lang geleden. Voor mij althans. Je had het net over KVP, CDA. Hadden we een Dirk Lichthart? Ja. Ook die naam? Ja, die ken ik. Leuke man. Ik heb hem nog gesproken een aantal keren. Ik ben ook wel eens bij hem op de koffie geweest. Leuke gesprekken, mooie gesprekken. Ja. Weet je ook de bijnamen van de Lichthart? Nee, die ken ik niet. Nee. De Bokken. Oké. Toch was hier eigenlijk wereldbekendheid in Stedenbroek, of dan boven Kaspel vooral. Ja. De Veilinghallen. Ja, zeker. Daar hadden we de Westfriese Flora. En ze hadden zelfs een eigen station. Nog steeds? Ja. Vind je het nog jammer dat de Westfriese Flora hier niet meer is? Ja, doodzonde. Ik ben natuurlijk zelf ook geweest in die tijd. Sterker nog, ik was er ook toen de Legionella-uitbraak was. In dat jaar ben ik hier ook op bezoek geweest. En we weten natuurlijk allemaal hoe dat afgelopen is. We hebben, één of twee jaar geleden, hebben we het herdacht samen met de Legionella Stichting ook. Hè. 20 jaar geleden was een mooie herdenking. We hebben natuurlijk op zich een heel mooi en waardig monument staan, ook voor de slachtoffers. Maar ja, het was een fantastisch evenement, Bert. Het was de bloemenpracht, de paviljoens,
En heel veel mensen buiten Stedenbroek weten dat misschien niet. Maar volgens mij was het op enig moment zelfs het grootste overdekte evenement in Nederland. Met op het hoogtepunt dacht ik iets van 100.000 bezoekers. Dat kun je nu bijna niet meer voorstellen. Maar het was een fantastisch evenement. Het was een fantastisch uithangbord voor de hele sector en voor deze hele streek. Dus ja, verschrikkelijk jammer dat we dat niet meer hebben. Eigenlijk een beetje een parallel naar op het ogenblik, hè? De corona, COVID-19 prikkelen, al 2 jaar lang. Ja. Hoe gaat Ronald Worteboer daarmee om als burgemeester in Stedenbroek? Nou, ik vind het best ingewikkeld. We dachten natuurlijk allemaal, het overviel ons een beetje toen die eerste uitbraak kwam. Vervolgens een pandemie, nou daar hadden we... De hele wereld had daar eigenlijk nog nooit mee te maken gehad. Ja, 100 jaar geleden met de Spaanse griep. Maar goed, daar wist niemand meer hoe dat toen gegaan is. Vervolgens hadden we allemaal de hoop dat het na de winter van 2021 dat het voorbij zou zijn. Ik weet niet hoe het jou verging, maar ik had bij de jaarwisseling vorig jaar echt wel zoiets van, ik hoop dat we het snel achter ons kunnen laten. Ja, en vervolgens hebben we richting de zomer heel veel versoepelingen gehad. En toen bleek het eigenlijk wel weer heel snel augustus, september alweer de kop op te steken. Ja, dat is natuurlijk niet fraai. En voor heel veel mensen niet. Er zijn heel veel mensen ziek geworden. Er zijn mensen overleden. Verschrikkelijk natuurlijk. Er zijn ondernemers die een waardeloze tijd achter de rug hebben. De horeca weten we natuurlijk allemaal. Maar ook de cultuursector. Ik heb voor vrijdagavond kaarten voor het postkantoor. Nou, dan krijg je weer keurig een mailtje. En dat doen ze echt heel goed. Maar dat de voorstelling niet door kan gaan. Postkantoor is hier een theater? Theater hier. En dat de voorstelling weer niet door kan gaan. Ja, dat is natuurlijk... Het is voor zoveel mensen eigenlijk hartstikke frustrerend. En voor ons, voor mij als burgemeester is het ook... Kijk, ik ben geen burgemeester geworden om af en toe... als een soort halve sheriff overal handhavend op te moeten treden. En nogmaals, ja, natuurlijk hoort erbij dat je met elkaar regels en afspraken nakomt. Maar het is geen fijne tijd. Ik heb ook een beetje het gevoel dat we af en toe wat tegenover elkaar zijn komen te staan. En dat het in de samenleving allemaal wel heel scherp geworden is. En dat is jammer. En ik hoop eigenlijk dat we, en dat is misschien ook wel mijn hoop voor dit nieuwe jaar, dat we weer de kant op kunnen gaan dat we dat de samenleving weer echt samen is. En dat we samen zeg maar bezig zijn om oplossingen te vinden voor problemen. En dat we wat minder de uitersten het debat laten bepalen, maar dat we wat meer elkaar weer tegenkomen. Want dat zou echt mijn wens zijn voor dit nieuwe jaar. Waar heeft Ronald Worteboer gestudeerd? In Amsterdam. Eerste jaar in Groningen en daarna in Amsterdam. Welke studie? Ik heb proper Duizen Engels gedaan in Groningen en daarna ben ik naar... Om leraar te worden Engels? Nou, ik wou geen leraar worden. Dus, en op een gegeven moment werd er wel gezegd van 9 van de 10 die afstuderen komen in het onderwijs. En ik had zoiets van, ik weet niet of ik daar helemaal geschikt voor ben. En ik wilde eigenlijk toen nog heel graag diplomaat worden. Dus ik ben toen naar Amsterdam gegaan en ben ik Europese studies gaan studeren. Loopbaan begonnen in Utrecht, ook als kabinetschef, hè? Of ergens anders eerst? Nee, ik heb na mijn studie heb ik een tijdje als stagiair in Brussel gezeten. Vervolgens was ik terug in Nederland. Toen heb ik nog een tijdje bij de gemeente Hilversum gewerkt. Toen ben ik bij de provincie Utrecht gaan werken. Vervolgens bij de provincie Noord-Holland. En daar heb ik best lang gewerkt. En uiteindelijk ben ik hier terechtgekomen. Onder welke commissarissen heb je gewerkt in Noord-Holland? In Noord-Holland Jos van Kemenade, Harry Borghouts en Johan Remkes. En Johan Remkes die zei van... Ronald, ik weet een leuke gemeente voor je. Ja, zo is het niet helemaal gegaan, maar we hebben het er wel met z'n tweeën over gehad. En zo is dat gegaan, zo ben ik hier terechtgekomen. Ja. Hoe was de verstandhouding met Harry Borghuis, een progressief commissaris? Ja, ik heb prima met Harry samen kunnen werken. En volgens mij was dat wel dat gevoel wel wederzijds. Een hele integere man, ja. De taken van de burgemeester, dat is de openbare orde en veiligheid... De telefoon naast het bed, neem ik aan. SED, personeel en organisatie in dit geval. Regionale samenwerking. Communicatie en representatie. Nou, daar komen we nu mee in aanmerking. En evenementen. Mm-hmm. Maar per 1 december zijn er erbij gekomen door het aftreden van een wethouder, Notenbos. Ja.
portefeuillehoudersoverleg ABZ, wat is dat? Ja, dat is het overleg van burgemeesters in West-Friesland. Dat gaat over onze West-Friese samenwerking. Dus daar hebben we het bijvoorbeeld ook over het proces van het pact en zo. Ja. En dan een heel teer punt, handhaving op bouwen en milieu. En dat voor een man die eigenlijk boven de partijen moet staan. Ja, nou ja, ja, aan de andere kant, weet je, openbare orde en handhaving en toezicht zit al traditioneel in de burgemeestersportefeuille. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo raar dat je een stukje handhaving op woningbouw en zo erbij doet. En er zijn ook heel veel plekken, heel veel gemeenten, maar ook heel veel provincies, waar bijvoorbeeld gezegd is van, nou, je moet eigenlijk het beleid rondom vergunningverleningen en bouwen en milieu. Het beleid zou je het beste bij een wethouder of een wethouder onder kunnen brengen. Maar het handhaven is helemaal niet zo wezensvreemd om dat bij een burgemeester onder te brengen. Dus nee, ik zie daar niet zo'n punt in. En er zit nog een leuke bij. Erfgoed en monumenten mag ik er ook bij doen. Ja, dat is erfgoed, ja. Erfgoed is vaak ook toch een beetje hobbyisme, vind ik altijd, van een aantal mensen. En die proberen dus iets als een monument neer te zetten, terwijl eigenlijk in de onbewoonbare verklaarde woning zou zijn. Ja. Als ik jou was, zou ik het term hobbyisme niet gebruiken als je een keer bij onze historische vereniging Oud-Stedenbroek op bezoek komt. Maar neem maar alle gekheid op een stokje. Daar hebben we toevallig gisteren een gesprek mee gehad om te komen tot een erfgoedbeleid. En er is natuurlijk heel veel. Kijk, je moet niet met z'n allen denken dat we in een museum gaan wonen, want dat werkt ook niet. Maar er is wel heel veel wat de moeite waard is om te bewaren. En waar je bijvoorbeeld aan kunt denken, Bert, is dat je bijvoorbeeld aan de streekweg, zeg maar, de hoofdstraat, daar staan gewoon mooie panden met mooie gevels, met soms hele subtiele elementen erin. En ja, nou, daar wil je toch met elkaar wel naar kijken van, kunnen we dat op een of andere manier behouden, hè? Behoud het goede. Je moet geen ontwikkeling in de weg staan, maar probeer ook wel het goede te behouden. En daarvoor is het wel belangrijk dat je daar ook gewoon goed erfgoedbeleid voor ontwikkelt. Zonder verleden geen toekomst. Nou ja, zo, dat is natuurlijk ook. Dat is natuurlijk waar. Ja. Maar, ik bedoel, er zijn toch een aantal hoogtepunten. Zoals eerst dieptepunt en nu een hoogtepunt. Dat hij draait weer. Ja, fantastisch, hè? En binnen, zeg maar, binnen 2 jaar. Ik heb het al eerder gezegd, je hoopt dat het weer snel hersteld wordt. En dat we hebben het over de molen de Ceres. Maar je hoopt dat die snel hersteld wordt. Maar zeker die nieuwjaarsdag, dat je daar dan nog eens kijkt en dat je zag wat er van overbleef. Nou, toen zakte de moed wel een beetje in de schoenen. Maar goed, met fantastische inzet, en ook dat heb ik al eerder gezegd, van alle vrijwilligers, van de molenaars, van de hele samenleving, alle activiteiten die ontplooid zijn, hoe iedereen zich heeft ingezet om die molenprijs te winnen, waar een substantieel bedrag aan hing. Maar ook bijvoorbeeld de provincie, die echt stevig over de brug is gekomen met financiële hulp, ook echt alle waardering daarvoor. En als je dan ziet dat alle handen ineengeslagen zijn, en dat die molen binnen 2 jaar weer stond. Dan zie je dus wat de kracht van samenwerking is en wat een samenleving voor elkaar kan boksen. En daar haal ik ook energie uit. Dat vind ik mooi. Sport? Ja. Voetbal? Ja, niet meer. Wat hebben we nog meer gedaan? Nou ja. Zwemmen? Zwemmen, tennissen. En fietsen? En fietsen. Nou, fietsen is een beetje ontstaan nadat ik dus niet meer kon voetballen, omdat mijn knie een beetje kapot is. Maar fietsen kan gelukkig wel in de zomer en in de winter schaatsen. Ik ga graag naar onze prachtige West-Fries in Hoorn. Echt ook een schitterende voorziening voor de hele regio. Mooie ijsbaan. En die is gelukkig open. We hebben hier 2 voetbalverenigingen. De Zouaven en KGB. Ja. Weet je de afkorting van KGB? Kolpingsglorie blijft. Heel goed. En als je dat vertelt wel eens tegen mensen buiten de provincie, KGB. Ja, wij hebben daar. Ik denk dat loopt nu een generatie rond die weet niet meer wat dat is, maar wij weten waar dat voor stond, hè, die afkorting. Ja, ja, de geheime dienst uit Rusland. Ja, precies. Ja. Waar Poetin er ook eentje van was. De Zouave die heeft grijs en rood. Ja. Weet je hoe die kleuren zijn ontstaan? Ja, dat is de traditionele kleding van de Zouave, hè? De groep die de pauselijke strijders. Nee, nu de pauselijke garde, die rijdt ook.
grijs. Ja, precies. Ja, maar toen hadden ze ook dat uniform, hè, in die kleuren. Ja, dat is wel leuk, want nou ben ik de titel van het boek even kwijt. Het ligt daar, maar... Van Jan Jong? Nee, het boek wat kort geleden gepresenteerd is in de Zwavenkantine... over de geschiedenis van de Zwaven en de strijd daar. Dat was toen heel leuk. Daar hadden we een leuke presentatie. En daar werd ook door de sprekers ook even een verbinding gemaakt naar van toen. Hè. Dat waren toch mensen die in de vreemde gingen vechten... vanuit een oproep van een religieus leider. Er zijn wel wat parallellen te trekken met de huidige tijd. En ja. Die werden toen ook even gedaan. Dus dat was een interessante discussie. Wethouder Bas Noorderbos is opgestapt. Zijn grootste punt, wat hij het laatste heeft gedaan, was van de Waterwijk. Dat er een vaarroute kwam, helemaal eigenlijk naar het IJsselmeer. Of tenminste naar de Markermeer. Ja. Er gebeurt hier best nog veel in Stedenbroek. Hè. We hebben natuurlijk vorig jaar het winkelcentrum, de uitbreiding. Daar wou ik het ook over hebben. Okay, maar eerst nou, even over die goed. Waterweg. Nou, Waterweide is natuurlijk ook een prachtige woonwijk. Wordt nog volop gebouwd. Maar een van de doelstellingen was ook dat die aangetakt zou moeten worden aan het vaarnetwerk wat we in Stedenbroek hebben. Daarvoor was nodig, en dat was ook onderdeel van het hele project, daarvoor was nodig dat bij het Nassaupark een doorvaarbare plek zou komen. Hè. Er moest een brug komen, er moest een dam weg. En dat is gerealiseerd en daarmee is zeg maar die verbinding ook in gebruik genomen. En ja, ik vind het een prachtige traditie ook bijna hier dat er zoveel gevaren wordt. Want je kan overal komen. Hè. Je kan het rondje omvaren via Lutjebroek, via de Weel en dan het Streekbos, via Enkhuizen, de grachten en weer terug naar Stedenbroek. Ja, het is een prachtige ronde. En straks als het voorjaar komt en de eerste mooie zondag is, nou je weet dan niet wat je ziet. Het is... hartstikke vol op het water. Streekhof heeft ook een uitbreiding gehad. Eigenlijk, aan de basis van Streekhof was ene meneer Jan Haanstra. Ja, wel bekend. Ja, 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 natuurlijk. Ja, 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 ja. Ik kan het niet meer navertellen, want hij is niet meer onder ons. Nee. Het is een heel mooi winkelcentrum. En het is, er is ook eigenlijk nagenoeg geen leegstand. Wat ook een beetje tegen de stroom in is. Hey, je zag op een gegeven moment in Nederland in heel veel winkelcentra veel leegstaan. Nou, dat is hier eigenlijk geen probleem. Gaat hartstikke goed. Ik denk dat dat ook wel komt. Het is natuurlijk best goed bereikbaar. Je hebt voldoende parkeergelegenheid. Je kan ook probleemloos hier staan. Je hebt een mooi en gevarieerd winkelaanbod. Dus ja, dat winkelcentrum draait goed en het heeft, kijk, Hoorn heeft natuurlijk een als centrumstad van deze regio heeft natuurlijk een centrumfunctie, maar ja, dit is zeg maar, ja, hoe zou je dat kunnen zeggen, het is ook wel een gedeeltelijke centrumfunctie inderdaad, dit winkelcentrum, zeker voor het oostelijk deel van West-Friesland, dat klopt, ja. Zijn we ook best een beetje trots op, Bert. 16 maart, althans 14, 15, 16 maart verkiezingen, ja. Over 3 dagen. Zal er een grote verschuiving komen in de gemeente Stedenbroek? Ik weet het niet. Er komen een aantal nieuwe partijen, geloof ik, hè? De SP doet mee, volgens mij. En Els doet mee. Dus, wie is Els? Els, dat is... lijsttrekker is mevrouw Dudink. En, is het een afscheiding, ja, van iemand? Van mevrouw Dudink was tot voor kort... lid van ODS en is nu zelf de lijst Els begonnen. Toch vaak, lokale partijen trekken vaak ook weer mensen die net de boot missen bij de VVD. Is het dan eigenlijk niet, als je op een lokale partij stemt, een stem op de VVD? Nou ja, ik weet niet, ik weet niet bij welke partijen sommige mensen komen misschien vanuit een andere landelijke politieke partij. Gaan dan lokaal zich of bij een partij aansluiten of beginnen met een partij. Kijk, gemeenteraadsverkiezingen zijn anders dan landelijke verkiezingen. Het zijn lokale thema's. Maar ook de landelijke partijen, die hebben natuurlijk ook lokale thema's. Want ze zijn nou eenmaal een gemeentelijke partij. Ze zijn in de race voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dus dat betekent ook dat je met lokale punten komt. Dus ik denk dat niet zo heel veel verschilt. Er zijn 2 hekele punten. Dat is de aansluiting van de Westerfriesiaweg via Broekerhaven weer naar de dijk. Ja. Waar dat die samenkomt en waar we regelmatig toch wel obstakels doorkomen vanwege althans een kleine file. Overlast voor de mensen daar. Mm-hmm. En een enkel spoor tussen Hoorn en Enkhuizen. Terwijl alles qua
infrastructuur al dubbel is uitgevoerd. Strijden jullie daar wel eens voor? Ja, nou ja, we hebben wel wat te wensen nog, dat klopt. Ja. Kijk, het mooiste was natuurlijk geweest dat je de, zeg maar de nieuwe vierbaansweg dat je helemaal door had kunnen trekken. Maar goed, dan loop je tegen ruimtelijk tegen wat beperkingen aan. En voor wat betreft het spoor, ja, dat zou mooi zijn. Maar wat ook mooi zou zijn, is dat je het spoor bijvoorbeeld door zou kunnen trekken richting Lelystad over de Houtribdijk. En wat bijvoorbeeld ook mooi zou zijn, is dat je de Houtribdijk dat je die ook zou kunnen verdubbelen. Wensen genoeg, hè? Dat noemen we geloof ik de tweede ring rond Amsterdam, zeg maar, de meest noordelijke verbinding. Ja, wensen te over, maar je kan niet alles tegelijk. Ten slot, 13 juli 2023. Ja, dat klinkt nog ver weg. Dan loopt de termijn af. Ja. Ram is ambitieus. Grote stad of blijven? Ik heb het hier reuze naar mijn zin. En ik vind ook... als je ergens voor gaat, dan moet je er ook echt voor gaan. En ik zit hier nu in Stedenbroek. Ik heb het, wat ik zeg, ik heb het naar mijn zin. Ik zit hier op mijn plek. Dus wat mij betreft zit ik voorlopig nog gewoon lekker hier. Toch gaat er een geruchtenstroom dat Ronald Wortelboer stopt. Een geruchtenstroom? Nou ja, dan mag ik die naar het Rijk der Fabelen verwijzen. Leuk met je gesproken te hebben. Graag gedaan. Ik wens je een goed jaar. Jij ook. En goede gezondheid. En er nog 6 jaar bij. Als de gemeenteraad het wil. Dat is een waar woord.